Qi is de energie, de natuurlijke kracht in het universum. De oude Chinezen hebben het over de qi van de hemel, de aarde en de mens. Stel je voor dat je de qi in jezelf in balans kunt brengen en houden. Hoe lang en hoe gezond zou je dan kunnen leven? Dit is Qigong Shorts. Qigong oefeningen van maximaal een half uur om te integreren in je dagelijkse routine. Les 4. Poorten van Qi. Goeiedag en leuk dat je kijkt naar aflevering 4 van het eerste seizoen van Qigong Shorts. Vandaag doen we oefeningen met onze gewrichten. In les 2 leerden we hoe we konden ademhalen door belangrijke meridiaanpunten die te vinden zijn op onze handen, voeten, romp en hoofd. Deze meridiaanpunten zijn met elkaar verbonden door middel van een groot en complex netwerk van meridianen. De stroomgebieden waar qi in al zijn verschillende hoedanigheden doorheen gaat. De gewrichten zijn de poorten waar de qi doorheen stroomt en het is daarom belangrijk dat deze soepel blijven. In deze les doe ik een paar oefeningen met je voor de belangrijkste gewrichten, te weten de nek, de polsen, het staartbeen en de enkels. Veel plezier! Zet je voeten tegen elkaar en kom staan in de ontspannen uitgangspositie. Sluit je ogen en voel je geest in het centrum van je hoofd. Trek al je zintuigen naar binnen. Voel je rustig en vredig van binnenuit. Open je ogen en focus je op een punt 2 meter voor je op ooghoogte en concentreer je geest op dat punt. Voel de leegte. Breng dan opnieuw je volle aandacht naar binnen en sluit je ogen. Ontspan je hele lichaam. Het hoofd reikt tot ver in de blauwe lucht en maakt verbinding met de hemel. Je voeten staan stevig op de grond en je bent diep geworteld in de aarde. Ontspan je mentale, emotionele en fysieke lichaam en open je geest in de richting van het universum. Voel je rustig, helder, puur en zuiver. Je gedachten zijn stil. Laat vanuit deze stilte een intentie omhoog komen. Laat je intentie ook weer gaan en ga met je geest naar het oneindige universum. Voel liefde stromen door je hele zijn. Voel het licht van de aanwezigheid diep van binnen en transformeer tot een helder en transparant qi-lichaam. Voel de eenheid van lichaam, qi en geest. Heel je zijn is in harmonie met qi. Draai je handpalmen naar achteren en flex je polsen. Ga 1 handlengte naar voren en weer terug. Naar voren en terug. Nog 1 keer naar voren en weer terug. Draai je handpalmen naar elkaar en breng een qi-bal tot voor je navel en laat je vingers naar je buik wijzen. Draai je handpalmen naar de grond en kom in een wijde boog naar achteren. Je handen wijzen naar Mingmen. Til ze omhoog tot tepelhoogte en draai een cirkel.
Breng je handpalmen naar voren. En laat ze naar Yintang wijzen. Spreid je armen breed uit. Draai je handpalmen naar de grond. En cirkel omhoog. Breng ze in bidpositie boven je kruin. En laat je handen zakken voor je gezicht langs tot borsthoogte. Breng dan je handen in je zij. Ga met je aandacht naar je nekwervels en breng je kin naar achteren, omhoog, naar voren, naar beneden en weer terug, naar achteren, omhoog, naar voren, naar beneden en weer terug, naar achteren, omhoog, naar voren, beneden en weer terug, naar achteren, omhoog, naar voren, naar beneden en weer terug, naar achteren, omhoog, naar voren, naar beneden en weer terug, nog één keer, naar achteren, omhoog, naar voren, naar beneden en weer terug in de ontspannen uitgangshouding. Gaan we de andere kant op. Naar beneden, naar voren, omhoog, naar achteren en weer naar beneden, naar voren, omhoog, naar achteren en weer terug naar beneden, naar voren, omhoog, naar achteren en naar beneden. Blijf met je aandacht in je nekwervels. Naar beneden, naar voren, omhoog, naar achteren en terug naar beneden. Naar voren, omhoog, naar achteren en naar beneden. Nog één keer, naar voren, omhoog, naar achteren en terug in de ontspannen uitgangshouding. Voel de oefening na in je nekwervels. Ontspan je duimen en breng je handen naar voren met de handpalmen omhoog. Breng je armen omhoog. Draai je handpalmen naar voren en maak je armen breed en laat je onderarmen zakken. Ga met je aandacht naar je polsen en dan draaien we 6 keer naar voren, naar beneden, naar achteren en omhoog, naar voren, 2, drie. Blijf met je aandacht in je polsen. 4. Vijf, en een laatste keer voor, beneden, achter, omhoog,
voor. En breng je handen terug in de uitgangspositie. Gaan we de andere kant op. Handen naar voren, omhoog, naar achter en naar beneden. Naar voren. 2. Hou je aandacht in je polsen. 3. Vier. Vijf. En een laatste keer naar voren, omhoog, naar achteren, naar beneden, naar voren en terug in de ontspannen uitgangshouding. Laat je armen zakken langs je lichaam. En voel de oefening na. Til een grote chi-bal uit de aarde omhoog tot boven je kruin. En laat je handen zakken boven je kruin. Ga langs je gezicht, je borst. En breng je handen in je zij. Zet je voeten op schouderbreedte en kantel je bekken naar de aarde. Dan gaan we cirkels maken met ons staartbeen. Naar voren, naar links, naar achter, naar rechts en terug naar voren. 2. Blijf met je aandacht in je staartbeen. 3. Vier. Vijf. En 6, links, achter, rechts en naar voren. En breng je staartbeen weer terug naar het centrum. Gaan we nu de andere kant op. Breng je staartbeen naar voren, naar rechts, naar achter, naar links en weer naar voren. 2. Blijf met je aandacht in je staartbeen. 3. 4. 5. En 6. Rechts, achter, links en voor. Breng je staartbeen terug naar het centrum en naar achteren. Naar voren. En naar achteren. Naar voren. Naar achteren. En terug in het centrum. Voel de oefening na. Plaats je linkerbeen tegen je rechterbeen. En til je linkerbeen omhoog. Breng je voet omhoog. Naar beneden. Omhoog. Naar beneden. Omhoog. En naar beneden. En dan draaien we 6 maal naar binnen. 1. 2, 3, 4, 5 en 6 en draai andersom. 1, 2, 3,
4, 5 en 6. Zet je linkerbeen naast je rechterbeen en til nu je rechterbeen omhoog. Je tenen gaan omhoog, naar beneden, omhoog, naar beneden, omhoog en naar beneden en draai cirkels naar binnen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en draai terug. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Zet je rechterbeen terug naast je linkerbeen. Ontspan je duimen en til een chi-bal omhoog. Breng je handen in bidpositie boven je kruin. En laat zakken boven je kruin langs je gezicht tot op je borst. Breng je handen omhoog tot boven je kruin. En laat je handen vinger voor vinger los tot je een driehoek vormt. Laat ook die los en spreid je armen. Draai je handpalmen en breng ze voor je gezicht. Laat je ellebogen zakken en kom met je handen op tepelhoogte. Maak een cirkel en draai door naar achteren. En breng een grote chi-bal naar voren. Draai halverwege je armen en leg je handen op je buik. Maak 6 rondjes met je handen rondom je navel. Draai nu de andere kant op. En laat je handen tot rust komen op je navel. Voel de hele oefening na. Laat je armen ontspannen langs je lichaam. Open je ogen. Breng je handen in bidpositie voor je borst. En dan bedank je. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze aflevering over de gewrichten, de poorten van de chi. In de volgende les gaan we een paar meridianen voor onze vitaliteit trainen. Dus graag tot de volgende keer.